Hoe herstelt Turkije zich van de verwoestende aardbeving die het land 10 maanden geleden trof? Her şeyimiz bitti. Biz zorlan çıkmadık. Zorlan. En hoe helpt het door Nederland ingezamelde geld daarbij? Containerim Hollanda. Çok rahat. Hollanda devletinden Rabbim inşallah ondan razı olsun. Daha yataklarımız falan meydanda. Vanaf dat moment heb je haar hand vastgepakt en niet meer losgelaten. Yani her şey bitti yani o gözümüzün önünde. Wat is er met het Giro 555 geld gebeurd? We gaan terug naar het rampgebied. Die gebouwen die er nu nog staan, die lijken bakens van hoop, maar die zijn dat niet. Die bomen daar, die stonden hier. Ongelooflijk zeg. Bizar hè? Ja. Het is dat mijn wieg in Nederland stond, want anders zat ik ook misschien weer in een tentje. Wat is de impact van de hulp? Het resultaat ziet u in Pauw in Turkije, aanstaande maandag, NPO 1.